Het doet niet veel damage, jongens. Ik weet het. Oh! Oké. Okay. Een critical hit. Ik vind het helemaal mooi. Hey, dames en heren. Mijn naam is Joost en welkom bij de allerlaatste aflevering. Dit keer wel. Dit keer voor het echie van Pokémon Road to Omega. Zoals jullie zien daar rechts hebben wij alle vier League members verslagen. Wat eigenlijk niet helemaal waar is, want we zijn doodgegaan. Maar dat zal ik even voor jullie skippen, dat ik ze opnieuw verslagen heb. Ik heb al mijn Pokémon best wel redelijk getraind. Kan er niet omheen. En ik heb heel veel items gekocht, dus ik ben nu echt een arme stakker. Maar het is tijd om opnieuw de League te gaan proberen. En ik zal voor jullie eventjes skippen naar het moment dat ik weer bij Steven ben. Aangezien jullie hebben dit allemaal al gezien. Dus dit is voor jullie niet heel erg speciaal. Als je deze aflevering nog niet hebt gezien, waarin ik al deze gasten verslagen heb, klik dan eventjes linksbovenaan. Dan kan je teruggaan naar de vorige aflevering waarin ik iedereen heb verslagen. Nou is het alleen belangrijk dat wij de champion worden en dat wij deze game uitspelen once and for all. Jongens, ik ben er klaar voor. Let's go. Zo jongens, we hebben hem natuurlijk, de Dragon Trainer hebben we weer verslagen. We zijn hier. Ik heb jullie comments gelezen jongens en ik zal voor de gein even saven. Jullie zeiden allemaal van, Joost, waarom saven jullie de godsdag voordat je naar binnen gaat? Ik vind het inderdaad wel een hele goede, ik had gewoon moeten saven, dan hadden we dit niet helemaal opnieuw moeten doen. Maar, bij deze, wij gaan nu naar de fucking champion toe. Naar Steven jongens, poging 2. Jullie hebben de vorige aflevering, heb ik juist alle battles met Steven eruit geknipt. Zoals deze, dat deze battle nog spannend was. Ik dacht van, fuck jullie, jullie mogen niet zien hoe de battle met Steven ging. Helemaal maar floor. Dus daarom kunnen jullie nu zien hoe de echte battle van Steven eraan toe gaat. Jongens, het is tijd om de Pokémon League champion te verslaan, Steven. Welcome, Joost. I was looking forward to seeing you here one day. You. What did you see on your journey with Pokémon? What did you feel meeting so many other trainers like you? What has awoken in you? I want you to hit me with it all. Now bring it. Jongens, daar gaan we weer. Poging 2 tegen de leader, Steven. Onze Pokémon zijn natuurlijk vele malen sterker dit keer. Dus ik heb vertrouwen in dat we dit kunnen winnen. Let's go. Skarmory. Hij begint met een Steel-type Pokémon. Wij beginnen met Modekip. Niet een heel goed begin. Oh, we zijn paralyzed. Dat had ik trouwens nog wel even moeten fixen. Foutje bedankt. Wij gaan switchen naar Vulkaantje. Beetje een rare keus, ik weet het. Want ik had gewoon eigenlijk meteen moeten beginnen met Vulkaantje. Maar ik wist niet dat hij ging beginnen met dat ding. Maar oké, we gaan gewoon meteen voor de Eruption. Oké, hij plaatst de Spikes. Dus het switchen van Pokémon tijdens deze hele battle gaat een beetje lastig worden. We zullen zien hoeveel damage dit doet. Hoppa, what it KO. Nice, daar gingen we voor. Helemaal omdat Eruption ook zoveel damage doet. Kijk, dat is een goed begin. Aggron. Aggron is natuurlijk een ground-type Pokémon. Wij gaan het gewoon blijven doen met Vulkaantje. Ik vind het best. Earthquake raakt namelijk altijd en doet 100 damage. En dat is een hele goede. Oh, hij begon met Earthquake. Nee, oh nee. Het is precies hetzelfde verhaal als de vorige keer. No, not again. Not again. Het is precies hetzelfde liedje als de vorige keer. Precies hetzelfde als de vorige keer. Dat is zo naar. Oh nee, hij hit wel de Thunder. De kans dat we nu geparalyzed zijn is best wel groot. We zijn geparalyzed. Zoals ik al zei. Goddammit. Doet ook geen fuck. Ik bedoel, wat moet ik doen? Ik kan niks met tackle. We moeten een andere Pokémon pakken. Oké, wij gaan het met Modekip proberen. Ook al is hij paralyzed. Ik ben ervan bewust. Omdat Aggron volgens mij een ground type is. Maar ook wel part rock. Dat wij het wel kunnen doen met dat watertext. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat Modekip wel een earthquake kan overleven. Aangezien hij part ground is. Top. En ik denk dat water wel redelijk wat damage doet tegen Aggron. Oh, ik hoorde het geluidje. Dat betekent dat het super effective is. Hadden we moeten weten, jongens. Maar in ieder geval, Aggron is dood. Credilly. Dat is die Grass Dragon type uit mijn hoofd. Ik ga het gewoon met Modekip blijven proberen. Want als hij Grass is, is IceBeam natuurlijk heel sterk. Maar als hij Dragon is, is IceBeam ook heel sterk. Maar wij gaan eventjes die gebruiken. Aangezien onze IceBeam op is. En nou niet meer. Dus we moeten even één keer een Giga Drain proberen te overleven. Ook al doet dat heel veel pijn. Auw. Dat was bullshit. Waarom gebeurde dat? God damn it. Eens even zien. Hyper Potion. Niet op groentje. Oh my god. Nee. Waarom druk ik toch altijd zo snel? Ik moet echt gewoon leren lezen. Fucking bullshit. Maar wij gaan switchen naar Modekip. Hij wordt nu een beetje gehit door die. En ik hoop niet dat hij Giga Drain doet. Hij gaat bij Sludge Bomb. Ik neem aan dat hij dat wel overleeft. Oké, top. Dat overleeft hij wel. Dat is niet very effective. Maar ook gepotioned. Dude, wat wil jij? Ik heb nu twee Pokémon die gepotioned zijn. Dat is echt bullshit. En ik wil gewoon dat hij die Ice Beam hit. Yes, dankjewel. Dat mocht even duren hoor, dat hij die Ice Beam ging hit. En hij is niet eens in één keer dood. Nee. Ongelooflijk dit, jongens. Ongefuckinglooflijk. Ik ga hem wel gewoon met hem killen proberen. Ik weet niet anders. Dat deed heel veel pijn. We gaan even vliegen. Dan hopen we dat we in ieder geval een attack van hem kunnen overleven. Ja, hij gaat nu alleen maar Ancient Power spammen. Ancient Power doet zoveel pijn. Oh nee, hij mag twee keer achter elkaar gebruiken.
Nee, dan had ik even naar mijn berg gegaan en dan had ik hem even geheeld. Shit. En, doet dit wat? Ik begin echt gewoon het vertrouwen in mijn Pokémon te verliezen. Ik bedoel, ze zijn allemaal level 56. We kunnen makkelijk van Cradilly winnen. En dan gaat hij natuurlijk een fucking Full Restore gebruiken. Dit is zo'n ontiegelijke bullshit. Ik kan niks doen tegen hem. Het is zo naar, Rocktomb. Ik weet niet wat Rocktomb doet tegen Cradilly. Oké, hij gebruikt hem wel. Dat is in ieder geval een voordeel. Ik bedoel, hij hit tenminste. En dit doet ook gewoon niks. Oh, als hij nu ook potioned wordt, dan ga ik iemand slaan. Ik zweer, dan heb ik 3 Pokémon die gepotioned zijn. Set out of his confusion en hij gebruikt Faint Attack. Dankjewel dat ik op zijn minst nog wel een beetje kan hitten. Dit gaat helemaal nergens over. Echt, ik zweer het. Ja, nou, Eikel is nu ook dood. Jongens, ik word hier een beetje naar van. Ik doe volgens mij ook gewoon echt niet goed mijn best. Ik moet gewoon die Pokémon leren reviven en zo. Waarom doet hij nou weer Confuse Ray? Want nu ben ik weer confused en ik weet zeker dat Tackle zichzelf raakt of geparahexed is. Ik bedoel, de kans is zo klein dat ik nu iets raak. Het hurts itself in confusion. Deze hele game zit tegen. Het liefst wil ik helemaal opnieuw beginnen. Het liefst wil ik deze hele battle opnieuw doen, omdat gewoon alles tegen zit. Een critical hit nog. Verder dat ik of paralyzed ben, of dat zelf... hij snapt in ieder geval out of confusion. Nou, hij is in ieder geval niet geparahexed. Ja, dit is het naarste, hè? Die Confuse Ray. En die Giga Drain en die Confuse Ray zijn twee van die nare attacks van hem. Omdat ik dan de hele tijd geconfused word. Oh, nee. Ja, ik kan in ieder geval niet meer potioned worden, aangezien ik al paralyzed ben. Dus dat scheelt. Oké, we gaan gewoon hem erin knallen. Op de hoop dat hij een attack doet die niet nadelig is voor Vulkaantje. Want dat kunnen we niet hebben. En die spikes, jongens. Oh, mijn god. Hij doet nog een Sludge Bomb. Nou, ik ga gewoon Fire Blast doen. En natuurlijk mist hij het, jongens. Om het even af te maken. Het ging al zo lekker. Kom op. Waarom mis je? Dankjewel. Hé, eindelijk raakt hij eens wat. Doe eens even iets nuttigs tegen mijn game. Oh, eindelijk is hij dood. Ik had nog verwacht dat hij niet eens in één keer dood zou gaan. Zodat je chagrijnig bent, jongens. Maar deze hele game zit tegen. Metagross. Nou, oké. Als het goed is, moet Vulkaantje iets kunnen doen tegen Metagross. We gaan gewoon voor die Eruption. Oh, nee. Dit killt hem. Dit gaat hem sowieso killen. Die kan je krijgen, game. Ik heb nog wel een full heal, denk ik. Ja. Ja, nee, dat helpt. Wat heb je aan een full heal? Als hij geen health teruggeeft. Dan zijn we weer een bird kwijt. En hij is dan niet zo snel. En ik denk dat Metagross hem sowieso outspeed. Psychic. Dit killde hem net. Ah, bullshit, jongens. Zoveel bullshit. Nee! Waarom is dit zo moeilijk? Het zou helemaal niet zo moeilijk moeten zijn. Ik bedoel, zoveel sterker is hij niet. Ik heb Pokémon, die zijn nu... Mijn Pokémon zijn 6 levels sterker. En nog steeds heb ik zoveel moeite met dit. Ongelooflijk. Poging fucking 3. Hehe, jongens, dit is... Ik hou zo van het spel. Het is ongelooflijk, jongens. Het spat eraf. Dingetjes die jullie best wel mogen weten. Ik heb heel weinig potions over. Dingetjes die jullie ook wel mogen weten is... Mijn Pokémon zijn ongeveer heel hoog nu. Ik heb ze gewoon getraind tot level 60, bijna. En ik had zoiets van, ja, fuck hun. Ik wil gewoon sterk zijn dit keer. Ik heb geen zin in dat gezeik. Het is zo naar dat hij nou weer spikes legt. De vorige keer had ik hier ook al zoveel last van die spikes. En nou gewoon weer. Want ik was zo lastig switchen van Pokémon nu. Ik heb de mist de Eruption geraakt. Skarmory is in één keer dood. Die Cadillia die komt nu ook weer. Denk ik. Hey, Modderkip is level 60. Cool. Vulkaantje niet. Aggron. Ja, we gaan een Modderkip switchen. Voor nu weten we het, want Aggron is blijkbaar zwak voor water. En dat gaan wij dus nu ook gewoon gebruiken. Tot ziens, Aggron. Was gezellig. Als elke Pokémon van hem zo ging als nu, dan was ik in ieder geval blij. Oké, Cradilly. Dan gaan we switchen naar Vulkaantje. Confuse Ray. Ik kruis mijn vingers op de hoop dat ik niet mezelf raak. Want anders is het over. Je hoeft maar één attack te missen. En het is gewoon gelijk klaar. Hij gebruikt gewoon Eruption. Ik hou van je, Vulkaantje. Ik hou van je. En dit gaat al een stuk beter dan eerst. Ja, dat had ik al verwacht. De game is niet zo heel lief tegen me. Maar we gaan eventjes een potion gebruiken. En net nadat we de Full Restore hebben gebruikt, ben ik potions. Heavens Christ, jongens. Dan moeten we zometeen nog een Full Restore gaan gebruiken. Dude, ik ben net genezen van mijn Confusion. Hoe durf je nog een Confuse Ray te gebruiken op me? Dat is wel erg hoor. Gepotioned en geconfused. Jongens, het zit weer gelijk tegen from the start. Gelukkig raakt hij de meeste wel zijn Earthquake. Het doet gewoon weinig. Ik weet niet eens wat super effective is tegen deze man. Hij stepped out of his confusion. I love you, man. I love you. Dat is tenminste iets goeds. Dan kan ik wel mijn leven. Ik word een beetje naar van deze Steven, jongens. Ik word een klein beetje naar van.
We gaan nog een keer voor de eruption. Het doet niet veel damage, jongens. Ik weet het. Oh. Oké. Okay. Een critical hit. Ik vind het helemaal mooi. Oké, we doen een rock slide. Het doet niks. Dat was ook niet heel erg, verrassend of zo dat dat niks deed. Beter raakt hij niet zichzelf. Hij raakt zichzelf. Toen hebben we nog maar 2 hyper potions. Oh mijn god, hoe gaan we dit ooit... Hoe gaan we dit gevecht ooit winnen, jongens? Met maar 2 hyper potions. Dit gaat hem echt niet worden. Oh, hij is confused. Tuurlijk. Gaat hij zelf nog raken? Nee, hij raakt zichzelf niet. Hij mist overigens wel zijn attack. Oh. Nee. Ik vind het wel een wonder dat hij het overleeft. Ik wil niet veel zeggen. Oh, hij gaat zichzelf hitten. Wedden. Oh, dat is zo mijn geluk dit, jongens. Dat is zo mijn geluk. Ongelooflijk. Ik weet gewoon niet hoe ik Cradilly moet killen. Het is gewoon niet te geloven. Hoe heb ik de vorige keer gekild? Ik weet het niet eens meer. Ik ga gewoon hypnosis gebruiken. Nou slaapt hij als het goed is. Terwijl die slaapt, kunnen wij hem gewoon dik attacken. Kijk, sleep met groentje is best wel een tactiek. Nou moet hij wakker zeker. Jup. Oh nee, doe dat nou niet. En waarom sleep je maar voor 2 turns? Als ik, als zo'n AI bij mij zo'n attack doet als sleep... Dan ben jij gewoon voor fucking zoveel turns sleep tot je dood bent. Ik wil, dat is standaard logic van Pokémon, toch? En in dit geval, niet. Snap out of your confusion, groentje. Je hurt jezelf 2 keer achter elkaar. Dat is niet hoe het werkt. Snap out of its confusion, dankjewel. Jezus, man. Dat was zo overbodig. Op zich, Psychic is wel een sterke attack. En dat ga ik gewoon spammen. En dan hoop ik dat ik hem daarmee kan killen. Ik weet het niet, anders. Special defense spell. Dat is op zich wel... 1 beurt. 1 beurt. Oh, ik heb geluk dat ik het overleven heb. Jesus Christ. Zo, nice. Ik mag tenminste sneller. Ik ben tenminste sneller dan hem. Hij is dood. Yes, eindelijk. Jongen, dat duurde veel te lang. Kledel. Dat is een ghost type. Ik doe gewoon Shadow Ball. Want ik ben sneller. Dat scheelt heel erg. En anders Crunch. Kijk of Crunch iets meer damage doet dan Shadow Ball. Oké, dit doet helemaal niks. Ik kan het beter houden op Shadow Ball. Dat doet wel veel meer damage dan Crunch. Wat een beetje raar is, want het is ook super effective. Oh yes, een critical hit. Oké, dat zit weer een beetje in het voordeel. Maar ik heb het gevoel dat hij nou weer... Hoe heet hij gaat gebruiken? Metagross, ja, inderdaad. Ja, ik wil eigenlijk met Groentje, dan kan ik hem hypnosis doen. En dan hoop ik hem dat ik hem kan killen met Psychic. Dat is in ieder geval wel een beetje het idee hier. Hallo, Metagross. Clear body. Oh nee, wacht. Door die clear body kan je volgens mij niet hem in slaap brengen. Oh, dat is daar natuurlijk. Dat is ook zo. Ik ga het gewoon met tackle proberen. I have no idea what to do else, man. Ik heb geen tactiek voor dit. Met 2 sterkste attacks. Oh nee, kill hem niet in 1 keer. Kom op. Wees een beetje fair. Oh. Ja, maar dan doe ik een andere attack. En dan krijg ik hem niet dood mee. En dan doet hij Meteor Mash. Jongens, ik ken het verhaaltje. Ik ken het verhaaltje. Ik heb dit al zo vaak meegemaakt. Jongens, die game gunt me ook niks. De game is gewoon geen gunner. God damn it, man. Hij heeft Earthquake, dus ik kan zeg maar ook niet met mijn met vulkaantje er tegen gaan. Want dan is hij in 1 keer dood. Dit is zo'n naar gevecht. Hij heeft zoveel goede attacks in die Metagross. Dat is echt naar. Kijk, dan kunnen we Tackle erin knallen. En dan gaan we... Of nee, we doen Eikel wel even. Die kunnen we ook niet gebruiken in dit gevecht. Dus dat is ook wel iets dat we kunnen gebruiken voor dit. Oh, echt. We hebben zoveel klappenvangers. Ik wil gewoon even mijn hele team reviven. Oh, nee. Ik heb dan alleen maar Tackle en vulkaantje. Maar als ik... Oké, ik ga vulkaantje proberen. En ik moet hitten. Als ik niet hit, dan is het game over. Ik heb niks. Ik heb gewoon niks wat ik tegen doen. Fireblast. Nee, ik ben dood. Dit is zo unfair! Waarom doet hij nou weer Earthquake? Ik ben 1 level hoger. Dat moet hij toch kunnen over... Oh. Nou heb ik alleen nog maar Tackle. En ik heb niks anders om op terug te vallen. Ik haat Metagross met heel mijn leven. Ongelooflijk hoe kut die Pokémon is. Meteor Mash. Ik bedoel, hoeveel Meteor Mash heeft hij? Echt for real. Maar ik kan niks doen. Ik kan nu een andere attack gaan doen. Maar dan killt hij me sowieso weer. Ja, ik kan niks tegen hem beginnen. Ik heb gewoon niet de goede Pokémon. Het is ongelooflijk, maar waar. Ik kan helemaal niks tegen hem beginnen. Weer een Meteor Mash. Waarom mist hij niet gewoon een keer? Ik kan niks tegen hem doen. Nou, fuck deze maar. Fuck dit. Ik kan niks tegen hem doen. Ik kan gewoon niks tegen Metagross doen. Kijk nou hoe weinig damage ik doe.
Kijk nou hoe weinig damage ik doe. Waarom is Metagross zo'n baas? Waarom kan ik niks tegen hem bereiken? Ik vind het zo bullshit. Oké, ik heb zijn eerste vier Pokémon dit keer zo makkelijk verslagen dat het gewoon niet logisch is. Ik weet niet eens hoe het kan dat ik ze zo makkelijk heb verslagen. Kijk, mijn Pokémon team is nog helemaal levend. Dit is de eerste potion die ik gebruik in deze battle. Maar op een of andere manier is het me gelukt om dit zo lang mogelijk vol te houden. Ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon Shadow Ball spammen en ik hoop op het beste. Ik weet echt niet wat ik anders kan doen. Kijk nou hoe weinig damage dat doet. Het is letterlijk gewoon deprimerend. Hoe weinig damage dat doet. Dit doet op zich wel damage. Alleen, nu is Groentje alweer dood. Ik bedoel, hij one-hit me altijd. Hij heeft me niet eens one-hit dit keer. Ik geef hem in ieder geval wel een tweede kans om iets te doen op hem. Maar kijk nou hoe weinig damage het dit keer doet. Hoezo is dit zo raar? De eerste keer doet het redelijk wat damage. De tweede keer doet het gewoon totaal geen damage. Ik ga het gewoon met Modderkip proberen. Ik weet niet met wat ik het anders kan doen. Ik ga gewoon Surf op hem gebruiken. Als ik dit niet kan hebben, dan weet ik het ook niet meer. Hoezo killt Surf hem? Sinds wanneer? Oh mijn god, dit is de eerste keer dat ik hem kill met Surf. Dat ik hem kill algemeen. Wauw, misschien wordt het nog wat. Ik heb geen idee wat Armaldo is. Ik heb echt geen idee, maar het is de laatste Pokémon. Dat is dat ding. Wat voor ding is dat? Hij is level 56. Hij is zoveel levels lager dan mij. One hit KO ik hem nu. Hoezo nou wel? Er is niks anders. Het is exact hetzelfde gevecht als de vorige keer. Hoezo heb ik hem nou wel... Hoezo heb ik hem verslagen? Hoezo heb ik hem verslagen? Dit is zo bullshit. I, the champion, fall in defeat. Mocht tijd worden. Kudos. Jee, geef me kudos. You are a truly noble Pokémon trainer. Ik snap niet waarom dat zo moeilijk was. Een uur aan opnames en ik ben eindelijk klaar met fucking Steve. In één battle voor een fucking uur lang. You are rightful, the home region, bla bla bla. Joost, here's some advice before you challenge the champion. Ik had dat advies misschien wel op prijs gesteld. Ik bedoel, ik had best wel veel moeite met dit gevecht. Joost, could it be that it's already over? Ja, 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 bla bla bla, je bent laat. See, what did I tell you, man? Didn't I tell you that you need to worry about Joost? But Joost finally have done it. When I hear that you defeated your own father in the Pedalburg Gym, I thought perhaps you had a chance, but I think you actually become the champion. And yes, what became of your Pokémon? Let me see, bla bla bla, 139 Pokémon, 20 gietjes, bla. Ik heb hier helemaal geen zin meer in, jongens. Ik ben nu gewoon klaar. Ik ben gewoon klaar mee. Met fucking Steven, met fucking May, met fucking Pokémon Ruby. Ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon naar binnen. Ik wil gewoon mijn naam registreren. En ik wil gewoon deze serie afsluiten. This room. This is where we keep record of Pokémon that prevail through harsh battles. It is here that the league champions are honored. Ja hoor. Come on, let's record your name as a trainer who triumphed over the Pokémon League. And the names of the partners who battled with you. Alleen dan net niet. Yay. Het is eigenlijk gebeurd, jongens. Hoe fucking veel moeite we daarvoor moesten doen, zeg. Om die battle te halen. Swampert, you motherfucker. Tackle, jij bitch. Eikel, jij vuile klootzak. Vulkaantje, jij zwakke motherfucker. Groentje, jij teef. En Woody, jongen, ik heb jou gewoon niet eens gebruikt. Ga toch heen. Wat een kutteam, jongens. Hier, het team van teleurstelling. In de Hall of Fame. Ongelooflijk. Nou, dan sta ik er nog even bij. Hatsé, League Champion. Ja, leuk. De credits, jongens. Ik heb hem uitgespeeld. En hoe lang heeft het mogen duren? Kijk, dat is hetzelfde plaatje als ik hier achter ben. Maar anyways, jongens, bedankt voor het kijken naar een hele grote reeks van Pokémon afleveringen. Ik vond het heel leuk om deze serie te doen. Het had heel veel ups en downs. De laatste paar afleveringen waren vooral downs. Omdat ik gewoon echt een kut battle was. Maar we zijn natuurlijk terug na mijn korte stop. Dat ik ga wintersporten. Terug met een gloednieuwe schema, met een gloednieuwe serie. Dus no worries, jongens. Wij komen terug. Voorlopig wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van alles wat ik gedaan heb van qua Pokémon. Dus de serie is over. Road to Omega is gesloten. Ook Omega Ruby is al heel lang uit. Ik heb zelf al twee keer uitgespeeld. En dat ging veel makkelijker dan hier, moet ik eerlijk gezegd toegeven. Maar het was een leuke route. Thanks anyways. En tot bij mijn volgende avontuur. Later, jongens. Ik heb iets van. Kijk, ik heb een handdoek. Get out of here met je handdoek. Ik heb touw. Nope. Yes.
Ik wil het opnieuw doen. Okay. We gaan dit niet zomaar opnieuw doen. Ja. Want ik ben jou uit mijn leven door jou gewoon in fucking een team te gooien die niet bij mij in het team zit. Dus jij gaat gewoon in team blauw en ik neem in team rood, man. En jij neemt in team blauw.